staan er meer van Attraction Gym in de video die je nu gaat krijgen. Tips om te gaan flirten met vrouwen. Want hoe pak je dat nou precies aan? Op een manier die niet onhandig is, op een manier die grappig is, op een manier die interesse wekt in jou. Nou, daarvoor een hele mooie video heb ik voorbereid voor je, waarin je krijgt een tip om beter te flirten, hoe je dit vervolgens ook in de praktijk brengt, met uiteindelijk ook een screenshot voorbeeld van WhatsApp. Dus laten we meteen beginnen bij tip 1. Tip 1 is wat je kan leren van dit spelletje dat ik vroeger speelde als kind. Dan was ik nog een kleine Danito, daar zat ik op de bank thuis en was ik nog een jaar of 6, 7. En ik kan me herinneren dat ik samen met mijn mams toen een spelletje speelde. En het was heel simpel, het ging als volgt. Zij zei dan tegen me, oh lieverd, kom bij me, kom knuffelen, ik vind je zo lief. En ik kwam ook naar haar toe, jee mams. En dan kwam ze even, ik gaf ze mijn knuffel. En zei ze daarna, nee, ga weg, stom kind. En dat klinkt misschien een beetje psychopathisch of gek. Maar het was allemaal grappig met een glimlach. Omdat dat zoveel emotie opwekte, kan ik dat nog steeds heel goed herinneren. Terwijl ik toen echt 7 jaar was of zo. Wat kun je hiervan leren? Nou, dit is precies wat flirten is. Het is het spelen tussen het aantrekken en afstoten van iemand. Want daar komt heel veel emotie in vrij. Oh, ze vindt je geweldig. Oh, toch weer niet. Hoe je dit aanpakt is precies zoals vroeger ik als kind. Het is altijd speels. Het is dus vooral nooit serieus van, oh, je bent echt stom. Het is altijd spelen met deze emoties van aantrekken en afstoten. Dat is in de essentie wat flirten is. Nou, om daar meer over te leren, tip 2. Tip nummer 2. En dat is hoe jij seksueel met haar flirt. De meeste mensen doen dit verkeerd door nooit te beginnen met het flirten en vooral het nooit meer seksueel geladen durven te maken. Hierdoor raak je dan stap voor stap dieper verzeild in het drijfzand van friendzoneland. En dat wil jij natuurlijk voorkomen. Andere mensen doen dit fout door in één keer juist knijter direct met haar te worden. Meestal na een paar glazen bier, dat je een soort van het equivalent wordt van de guy op Tinder die meteen in het eerste berichtje stuurt, hey, bangen. Niet zo heel erg charmant. Dus jij wil niet zijn als de nice guy friendzone faggot die nooit een move durft te maken. Maar je wil ook niet zijn als de nafluitende bouwvakker die aan het catcallen is op straat. Beide niet zo heel erg charmant. Dus wat werkt hier dan wel goed in? Dat is dat jij meer seksueel suggestief wordt. Kijk, vaak dan denken mannen vrij direct. Vaak communiceren mannen ook vrij letterlijk. En vrouwen die zijn heel erg goed in het oppikken van subtielere signalen. En als jij die subtielere signalen kan geven, dan is dat veel verleidender. Dat wekt veel meer flirterige gevoelens op. Terwijl als je ze het gewoon bot, hatsklats allemaal noemt, dan is dat vaak veel minder opwindend. Ik zal je daar een voorbeeldzin van geven van hoe je dit nou precies aanpakt in de praktijk. Want in de volgende tip toon ik jou een WhatsApp screenshot waarbij ik zowel het aantrekken en afstoten toon als het seksueel suggestief zijn. En tip nummer 3. Een WhatsApp voorbeeld die dit allemaal samenvat. Zowel het aantrekken en afstoten als het seksueel suggestief zijn zie je allemaal hierin terug. We kijken even naar mijn telefoon, een gesprek met een scharrel en we hebben het over gitaarspelen. Ik zeg, ik speel als een baviaan en zij zegt daarop, nou dat is nog altijd beter dan mij. Hier introduceer ik het eerste gedeelte van aantrekken en afstoten, namelijk het afstoten. Op een speelse manier. Ik verbeter dan ik. Net als grammatica. Waarop zij natuurlijk emotioneel reageert. En dat wil je hebben. Dat is flirten voor een groot gedeelte. Hey! Sad face. Gevoelig snaartje. Refererend aan de gitaar ook. Maar ja, wow, wat een blunder. Bah, facepalm. Oké, veel emotie. Leuk. Daarop ga ik over naar meer aantrekken. Dus ik zeg, valt mee. Een blunder was geweest, beter als mij.
Dat is wel een klein beetje stupid als je dat zegt. En ik ga over dus op meer aantrekken. Kus je erop, wil je sowieso kussen op nieuwe plekken. Kijk, dat is iets wat seksueel geïnterpreteerd kan worden. Want zij komt mij met Valentijnsdag opzoeken hier in Gent. Ik ben nu hier in Gent. Ik weet niet hoe snel ik deze video ga uploaden. Snel. Maar dan komt ze mij opzoeken. En dat is natuurlijk seksueel op meerdere manieren te interpreteren. Want kussen op nieuwe plekken kan zijn hier in Gent. Het kan ook betekenen meerdere plekken op haar lichaam. Dus ik voeg haar nog aan toe. En dan bedoel ik niet Gent. Om het net iets explicieter te maken. Dat is seksueel suggestief zijn. Ik had ook kunnen zeggen, ik wil je tussen je benen likken of zo. Dat is vrij duidelijk en dat heeft minder een flirterig randje. Het is meer porno en flirten is meer erotisch. Dat is het grote verschil, het grote onderscheid wat je hierin moet maken. Dan zegt zij, oh, moet dan een heel goed kusje zijn om dit snaartje te repareren. Ik stuur allemaal van die sterretjes, vind ik grappig. Geen zorgen, ze noemen me de vioolfluisteraar. Ik maak het weer grappig, fun. Nou, daarop ging die conversatie voort. Morgen komt ze al aan en dan gaan we later Valentijnsdag vieren. Dit zijn dus 3 tips die je meteen kan toepassen om beter te flirten met vrouwen. Maar als jij iets hebt van, goh, ik wil nog wel meer voorbeeldzinnen. Nou, download die dan daar. Dan krijg je meer voorbeeldzinnen om simpel te flirten. En check ook de link in de beschrijving. Dan kom je op een artikel met veel meer flirttips van attractiongym.nl. Waar anders zou je dan ook moeten wezen. Dus like deze video voor meer content. Ook als je meer wil weten over WhatsApp. Dat is altijd een goed feedbackmechanisme. En abonneer natuurlijk voor een grotere penis. Hi. Hi.